On a damp and overcast day, Pim Van Dam and Vin Staple, two off-duty KLM pilots, touched down at Woburn Abbey, the home of the Dukes and Duchesses of Bedford, after a difficult flight from Holland. Not to miss out on the fun, they hopped across the channel, Blériot style, just feet above the waves. Gaat langzaam, hè? Gaat langzaam. Nee, dit is het oude beestje. Dat er... uit 1943. Ja. Het originele toestel kwam uit, is gebouwd in de jaren 1928. In Nederland. En dat was gewoon als een privé toestelletje. De mensen begonnen net met vliegen. Het werd net een beetje populair, zeg maar. Ja. De mensen konden zo'n vliegtuig aanschaffen in die tijd voor ongeveer 400 pond. Ja. Engelse ponden. Mm-hmm. En dan kregen we vaak voor nog een 50 pond een reservemotor bij. Mm-hmm. Er werd veel van landerijen, van boerenfarms af gevlogen. Ja. Grote landgoederen. Oh. En dan gingen we gewoon samen gezellig op stap. Ja. Om s'avonds ergens uit eten te gaan, een wijntje te drinken en dan vloog je s'nachts terug. Zo, veel regelgeving was er nog niet. Maar op een gegeven moment in Europa kwam er een dreiging. Ze hadden lestoestellen nodig. Ja. En de luchtmacht, de Engelse luchtmacht had lestoestellen nodig. En die begonnen op een gegeven moment te vragen, kunnen jullie deze dingen produceren? Mm-hmm. Maar we hebben wel wat aanpassingen. Ja. Die aanpassingen zijn dat de vleugels iets in een V-vorm gezet zijn. Ja. Iets omhoog gekomen zijn, dat de tippen verder van de grond afkwamen. En dat iets beter was voor de instructeur mm-hmm. om voorin te komen en eruit te stappen. Een vliegtuig moet altijd in balans zijn mm-hmm. tijdens de vlucht. Ja. Betekent dat als de vlieger, als je het vliegtuig in balans wil hebben, moet de vlieger achterin zitten, zodat de balans goed is. Dat is de reden ook waarom als je solo vliegt. Als je hem solo vliegt, dat je ook altijd achterin zit. Ja. En de passagier of de instructeur zit altijd voorin. Mm-hmm. En het vliegtuig sloeg aan. En ze hebben er ongeveer 9000 gewonnen. On a damp and overcast day, Pim Van Dam and Vin Staple, two off-duty KLM pilots, touched down at Woburn Abbey, the home of the Dukes and Duchesses of Bedford, after a difficult flight from Holland. Not to miss out on the fun, they hopped across the channel Blériot style, just feet above the waves. Hey, welcome to Marvin. Yes, we made it. Came from Holland and I think Dr. Moth, Henry LaBoucher, checks out their gypsy engine. When we start up the engine, you have the knowledge, maybe you can check it. Right. It's a bit like a doctor with a stethoscope. Now, if you turn it through four compressions now. Yes. Faster. Yeah, that's fine. No, they're pretty good. Yeah. There's always the rings aren't leaking. No. It's just that one cylinder which is low. No, I mean, it's fine to go home on. So, no problem to fly back to Holland. Well, as long as you're flying it. Thank you. Tigers rolling. Always have had a love of flight, and it was really just a question of saving up enough money to take lessons. And there was an airport 5 miles from biplanes Holland. Of a similar era. But it has a certain character about it, and once you get to master it, you have the satisfaction of at least having mastered the Tiger. Refueling completed, with a clean bill of health from Dr. Moth, Vin and Pim fly south to Holland to take control on the flight deck of a 747 bound for Rio de Janeiro. The delicate controls of their Tiger give them the true magic of flight, dreamed of by man
since time began. Give me-